Een niet aflatende stroom. Geweldige gasten meldt zich hier in de fabriek in Utrecht voor deze cultuuractie die nog tot vrijdag duurt. 500 gasten, 84 uur opnames live te zien. En mijn volgende gast is Sharon Minayo. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Minayo, ja. Ja? Je komt uit Israël, hè, oorspronkelijk. Ja. Je bent muziektheaterregisseur, artistiek leider van een gezelschap. En jij wil het hebben, heb ik gehoord, over Bertolt Brecht en Kurt Weill. Nou, we hadden het net kort over, ja. Maar dat is hier toepasselijk. Ja. Ja, waarom? Nou, ik werd net gevraagd van hoe rolde je eigenlijk in de opera? Of waar lag je interesse voor opera? En ik moest even over nadenken en toen kwam ik achter dat tijdens mijn studie theaterwetenschap heb ik voor het eerst Rise and Fall of the City of Mahogany gehoord en gelezen. En toen raakte ik helemaal in de ban van dat stuk en zodoende ook in de ban van opera. Ja. En het interessante natuurlijk aan Brecht en Weill, maar ook sowieso aan de teksten van Brecht, dus ook aan toneelstukken, is dat ze zeer reflectief zijn. En van die tijd politiek geëngageerd. Ik moest de Drei Groschen opera, die heb ik gelezen op de middelbare school. Heel mooi. Dat is, ja, af en toe zakt het weg, het oeuvre, en dan komt het weer langzaam een keer terug. Ja. Het komt uit de jaren 30 van de vorige eeuw, de opmaat naar de Tweede Wereldoorlog. Precies, ja. Ik weet het niet, denk jij dat we rare tijden tegen moeten gaan? We zitten sowieso al in rare tijden. Wat er gebeurt de afgelopen week in de Verenigde Staten, volg je dat? Ja, zeker. Ik heb ook twee goede vrienden die eigenlijk net een half jaar geleden naar Minnesota zijn verhuisd. Mm. Dus daar krijg ik ook wat berichten. En maar zitten die in de buurt van Minneapolis? In Minneapolis, ja. Mm. Ja. Dus demonstreren die mee? Ze hebben twee jonge kinderen, dus ze gaan alleen maar overdag. Maar 's avonds zijn ze bezig met de buurt om ervoor te zorgen dat de buurt een beetje veilig is 's nachts. Want je moet nu 's nachts niet meer op straat, hè? Nee, er wordt geplunderd, het is een puinhoop. Precies, hoe oud was jij toen je wegging uit Israël? 18. 18. Heb je in het leger gezeten? Nee, dus vandaar dat ik hier zit. Hoe heb je... Oh. Het was geen vlucht, maar dat was de doel. Om zeg maar, de leger te ontwijken en het land te verlaten. Maar kun je nog naar Ben Gurion vliegen zonder dat ze je meteen in de boeien slaan? Ja, ik ben officieel gek verklaard. Dus dan was ik... Serieus? Ja. Dat kan ook in Israël? Dat kan. Vroeger was het makkelijker, zeg maar. Ja. Maar... Hoe moet je... Want ik vraag het even... Ja. Ik ben dienstweigeraar in Nederland, dus ik moest ook nog in dienst. Maar dat was de milde vorm van gek verklaren. Ja. Maar hoe heb jij jezelf gek laten verklaren in een land dat alle mannen van jouw leeftijd wil hebben om onder de wapenen te komen? Ja. En vrouwen, by the way. Ja, precies. Dat was heel moeilijk. Ik weet nog, toen ik klein was, ik wist altijd dat ik niet naar de leger wilde. En ik voelde me niet op mijn gemak in de context. En daarnaast heb ik ook mijn broer 3 jaar van zijn leven zien weggooien. Omdat hij een hele onnozele administratieve baan heeft gehad in de leger. Om maar daar te zitten. Dus jij dacht dat niet? Dat niet. Maar welk toneelstuk heb je opgevoerd om dat voor elkaar te krijgen? Ik heb een hele lieve moeder die in de psychiatrie werkt. En zij heeft de zeg maar, hoofdpsychiater van de afdeling zover gekregen om met mij te praten. En hij heeft een brief geschreven waarin hij... Duidelijk geval van mattenklap. Je was zo gek als een deur. Ja. Maar dat was hartstikke nep. Het ging ook voornamelijk over suïcidale gedachten. Daar was toen de leger heel bang van. Want het was een golf van soldaten die zelfmoord hebben gepleegd. En dus onder die omstandigheden ben ik zeg maar uit het leger kunnen komen. Maar het was voor mij ook duidelijk dat als ik niet in dienst zit, dan kan ik ook niet in het land leven. Mm. Want dat vond ik nogal een beetje egoïstisch van mezelf. Voel je, om dat zware woord maar eens te gebruiken, dan een beetje een landverrader? Omdat je niet het land wilde verdedigen? Wat constant onder... ik zou misschien meer landverrader, of niet eens landverrader. Ik zag natuurlijk heel veel vrienden en collega's die wel in de leger zaten. Mm. En die niet de mogelijkheid of niet de wil hadden om dat zeg maar, te weigeren. Dus ik voelde me eerder verantwoordelijkheid of schuldig tegenover hun, zou ik maar zeggen, dan tegenover het land als concept. Ja. En daarom heb ik ook besloten om niet in het land te wonen. Moet je macho zijn om in Israël te overleven in het leger? Dat hangt vanaf wat je doet. Dat hangt er erg vanaf wat je doet. Bijvoorbeeld, ik had een aantal zeg maar beste vrienden zaten in de radio van het leger. Wat een fantastische leerschool is voor journalistiek. En daar hoef je absoluut geen macho te zijn. Meteen denk ik aan Good Morning Vietnam. Ja, precies. Ja. Dat is... Robin Williams. Maar dat hangt vanaf wat je ziet. En gelukkig, mijn gezondheid is heel goed. Dus ik wist ook dat ik waarschijnlijk een vechter zou moeten worden. En dat zit niet in mijn bloed.
Ja. Hey, je bent naar Nederland gekomen. Stort je hier meteen in de theaterscene? Ik ben hier gekomen om te studeren. En ik ben hier... het was 98. Ik kwam theaterwetenschappen studeren aan de UvA. En in Nederland was een soort van Valhalla. Ik weet nog heel goed wat de eerste voorstelling was dat ik Nederland heb gezien. Dat was... het was niet de eerste, maar in ieder geval de eerste voorstelling die echt enorm indruk op mij maakte, was India Song van Ivo van Hoven. Mm. Toen hij nog, voordat hij bij het Toneel van Amsterdam kwam. En ik heb ook bij van de Gerard-Jan Reinders fantastische werken gezien. Sowieso, Nederland was toen was internationaal heel erg bekend met Dutch design, Dutch architecture. Er was een ontzettend goede infrastructuur voor kunst en cultuur in Dus je Nederland. Werd geïnspireerd door wat zich hier allemaal afspeelde. Ja. Ik moet ook meteen denken, ik heb wel eens een interview gemaakt met Jotam Ottolenghi. Ja. Die zat in diezelfde periode in Amsterdam. Die heeft hier ook gewoond. Oh, dat wist ik niet. Nee, jullie hebben elkaar niet ontmoet. Nee. Ja. Nee, hij zat in een studentenhuis en kwam erachter dat hij koken heel erg leuk vond. Ja. Ja. Zie je, de best en de brightest van Israël, die zitten dan toch weer in Amsterdam. Ja, dat kan ik niet zeggen. Nee, nou, waarom niet? Zeg, heel even terug nog naar Bertolt Brecht. Ja. En over de spanning van deze tijd. Voel jij die spanning en wil je die laten zien in het werk wat je maakt op de bühne? Ja en nee. Ik ben een enorme bewonderaar van Brecht. Maar Brecht heeft ook zeg maar een beetje het politieke theater... unleashed, zou ik maar zeggen, in Europa. En hij is niet meer begonnen, maar het is onder zijn zeg maar, werk is het heel, heel groot geworden. En wat mij opvalt, dat het een beetje in de laatste 15 jaar zijn we teruggegaan naar dezelfde soort politiek theater wat Brecht 100 jaar geleden schiep en eigenlijk wat hij propageerde. Welk verhaal wil jij vertellen in deze tijd van twee grote crisissituaties, corona... Mm-hmm. En waar we de afgelopen week volop mee geconfronteerd worden... tot aan een demonstratie op de Dam in Amsterdam en toe. Een African-American die in 9 minuten tijd... zo'n beetje live op camera vermoord wordt. Ja. Dat zijn twee ingrediënten die misschien jouw hoofd op hol brengen. Nou ja, het brengt me heel erg denken... Ik heb geen duidelijke antwoord, sowieso. Daar moet ik over nadenken. Maar wat ik wel, zeg maar... Wat in mijn hoofd opkomt, is het concept solidariteit. Want dat is iets wat we... Nou ja, heel veel geroepen wordt. Met Wiebes en Rutte, zeg maar... tegenover zeg, de Zuid-Europese landen in Europese noodfort. Je bedoelt dat Nederland niet mee niet wil betalen solidair. Aan de grote kosten die ontstaan zijn in Spanje, Italië. Dat precies. Ja. Ja. Aan de andere kant zien we ook solidariteit. Plotseling vroeg ik me af, wat is solidariteit? En wat heb je nodig om solidariteit te bereiken? En wat ik me afvraag is, hoe is het mogelijk om solidariteit te hebben... Mm-hmm. Want het is heel gek dat we solidair kunnen... We kunnen ons solidair tonen met mensen die aan de andere kant van de wereld wonen. Die niet ons eigen land. Maar wat verbindt mij met, zou ik maar zeggen, de stoeptegellegger die op dit moment van mijn huis werkt? Wat vind jij van het debat wat gisteren ontstaan is... naar aanleiding van 5000 mensen op de Dam die solidair zijn met zwarte mensen in Amerika... En uiteindelijk gaat het alleen over Femke Halsema, de burgemeester... die besloten heeft om die demonstratie niet op te breken... ondanks het feit dat er te veel mensen in deze tijden van corona bij elkaar zijn. Allereerst is het een legitiem debat. Elke debat vind ik legitiem. Mm-hmm. Wat wel opvalt is dat de taal die zeg maar, vandaag ook in het kabinet gebruikt wordt... heel erg lijkt op de taal dat de Republikeinen in Amerika gebruiken... zeg maar, tegen de demonstraties... Dus dat beangstigt mij. Ik zie heel veel leencultuur. En dat het weer meteen een discussie, een gepolariseerde discussie wordt. Dus de minister van Justitie, Grapperhaus, heeft gezegd... dit bestaat niet, wat ik hier zie. Dit bestaat niet. En hoezo moeten moesten de kappers 2 maanden wachten... totdat ze konden opengaan? Dus er wordt meteen dus... we worden tegen elkaar opgezet. Polariseren, ja. Ja, en dat wordt... Antifa wordt gebruikt. En termen, zeg maar. Die echt dat je dagelijks op CNN en Fox News leest. Ja. En dat valt me wel erg op. Want ik dacht van, ja, maar we hebben het in Nederland over andere issues. Dat is iets anders dan solidariteit waar jij voor staat. Hey, moet je de tijd vliegt, when you're having fun. we hebben je hele leven besproken...
in 10 minuten. 10 minuten. Meneer de totaalweigeraar uit Israël, die het leuk heeft in Amsterdam. Hartstikke mooi. Ja, fijn om hier te zijn. Jij bent, we vragen het aan iedereen. Spreek je namens jezelf of zijn er ook door corona mensen met wie jij werkt die nu zonder baan zitten, die we moeten vermelden op het bord hier? Zeker, al te veel. Ook flexwerkers die tussen... Hoeveel? Geef een getal. Sowieso twee voorstellingen die nu niet doorgaan, dan zijn het ongeveer 15, 17 mensen. Staatsgenoteerd. Hey, zet je naam op bord. Superleuk dat je hier was. Dankjewel. En succes met alles. Hetzelfde. Dankjewel. Dankjewel.